Vicepresident Ashwin Adin heeft gisteren namens de president de leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. Anand Kumar Sharan is daarbij voor de derde keer benoemd als voorzitter. Ook voor 6 andere leden is het een herbenoeming. De beroepsinstantie bestaat langer dan 80 jaar en houdt zich onder meer bezig met het waarborgen van de kwaliteit van de medische zorg. Verder treedt het ook op als bemiddelingsorgaan bij conflicten tussen medici en patiënten en draagt daarbij oplossingen voor. Adin hield de leden voor wat de regering van hen verwacht. Dames en heren, het waarborgen. Waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak. De regering vindt het een enorme eer om u uit de nodige zitting te nemen in het Medisch Tuchtcollege en verwacht dat u zich ten volle inzet door uw kunde aan te wenden. Aldus vicepresident Ashwin Adin gisteren bij de beëdiging van de leden van het Medisch Tuchtcollege. Rechter Anand Kumar Sharan is daarbij voor de derde keer benoemd als voorzitter. De ceremonie vond plaats in het presidentieel paleis.